Ze zijn nog een beetje onwennig, maar daarom niet minder gemotiveerd. De nieuwe parlementsleden zijn klaar om erin te vliegen. U gaf hen het vertrouwen, nu is het aan hen om u gelijk te bewijzen. In Actua 1 stellen we u enkele nieuwe, beloftevolle parlementsleden voor. Ik ben Karel Lettersproot, ik ben verkozen voor N-VA in de provincie Oost-Vlaanderen. Ik stond daar op de derde plaats. Eigenlijk een beetje een achtergrond over mij. Ik heb gestudeerd aan de universiteit in Gent. Ik heb daar politieke en sociale wetenschappen gestudeerd, administratief recht en ook nog management. En dan ben ik een professionele carrière begonnen, eerst in de textielsector. Daar heb ik 10 jaar een commerciële dienst geleid om dan een stap te zetten naar het intermediaire niveau in het bedrijfsleven. Eerst als directeur van de Kamer van Koophandel Dendermonde en vanaf 2000 als gedelegeerd bestuurder van VOCA, Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, na een fusie van de Kamers van Koophandel van Oost-Vlaanderen, van Ronse, Oudenaarde, Aalst, Dendermonde en Gent, waar de maatschappelijke zetel gevestigd is. En ik heb nu in mei bewust een stap opzij gezet als gedelegeerd bestuurder van die organisatie om in de politiek te stappen. Waarom naar de politiek? Omdat ik denk of hoop een kleine bijdrage te kunnen leveren aan enerzijds een grondige hervorming van onze instellingen, maar anderzijds ook een bijdrage te kunnen leveren naar de arbeidsmarkt, naar jobs. En dit via het creëren van meer en betere toegankelijkheid van het ondernemerschap. Meer ondernemingen, meer tewerkstelling, meer jobs. Om zo het economische een beetje een push te geven en zo welvaart en welzijn in Vlaanderen verder uit te bouwen. Het was een hectische dag. 'S Morgens ben ik gaan stemmen. Nadien heb ik nog een bezoekje gebracht aan mijn oude moeder. Die is 91 jaar. Ze zat uiteraard ook vol spanning te kijken. Ik denk dat het een van onze oudste leden is van N-VA. Nadien zijn we samen met de familie, want het was ook Vaderkesdag. Zijn we met de kinderen en de kleinkinderen. En die kleinkinderen zijn nog echte kleinkinderen. 2 jaar, 3 maand, 1 maand. Iets gaan eten. En dan ben ik in bad gekropen om een beetje te ontstressen. En toen kwamen de eerste uitslagen binnen. We werden dan verwacht op VRT, maar ze zijn echt niet geraakt. Dan zijn we naar de Kledic gegaan hier in Brussel, waar de nationale bijeenkomst van N-VA was. En aansluitend daarop zijn we naar de handelsbeurs getrokken in Gent. De handelsbeurs waar dan het provinciale ontmoetingspunt was van alle kandidaten, van sympathisanten, supporters enzovoort. En daar was de sfeer uitgelaten, hilarisch. En in de late avond, en het was toen wel al 11 uur, ben ik naar de thuisbasis. En mijn thuisbasis is Lebbeke getrokken, waar ook dan vrienden, familie, kennissen ontstonden op te wachten om ook daar nog een feestje te bouwen. Ik denk het meest memorabele was wanneer dat de eerste uitslagen binnenkwamen. Na 10 gegevens... wisten we dat de buit binnen was. Maar dat ze zo gigantisch ging zijn, we halen in Oost-Vlaanderen 6 zetels, dat is ongezien. Ik stond op de derde plaats en in principe ging ik ervan uit dat het een strijdplaats was. En we halen 6 zetels binnen. Ja. Ik denk een grote mate omwille van geloofwaardigheid. Geloofwaardigheid in de partij, geloofwaardigheid in de leiding van de partij, haar programma. Een programma naar een grondige verandering van de organen, van de structuren, van de staat toe. Ook geloofwaardigheid op sociaal-economische vlak. En ook de wil van de Vlamingen dat er wat moet veranderen. De echte wil om een doorbraak te forceren. Als we zien dat er de laatste 3 jaar of zelfs 10 jaar weinig of niets bewogen heeft, dan denk ik dat de Vlaming zich nu uitgesproken heeft voor een grondige verandering van de instellingen. Ja, waarom ben ik verkozen? Omdat ik genoeg stemmen haalde natuurlijk. Nee, waarom ben ik verkozen? Ik kom uit een stuk uit het middenveld, een stuk uit het bedrijfsleven. Ik heb mijn roots ook een stuk in de Vlaamse beweging. Ik heb een dochter die ook in de gemeenteraad zit, lokaal dan voor N-VA. We hebben een oude familietraditie, komende vanuit het Tansisme tot en met de politieke Vlaamse beweging. Tot nu, dat zal een rol gespeeld hebben.
Anderzijds kom ik zelf uit het bedrijfsleven. Ik heb een functie, een rol gespeeld in het bedrijfsleven in Oost-Vlaanderen. Ik denk ook dat dat een belangrijke rol mee gespeeld heeft. Zeker als ik de mails zie, de reacties die je krijgt, de kaarten, de sms'en, de telefoons. Het is enorm. En daarvan zijn er zeker 70-80% die komen van bedrijfsleiders. Zelfs CEO's van beursgenoteerde bedrijven die contact met mij nemen, die mij feliciteren omwille van de stap die ik gezet heb. Ik denk dat mijn ervaring en mijn kennis voornamelijk zit in tewerkstelling, jobs, het bedrijfsleven, de dynamisering van het ondernemerschap, groei van ondernemerschap. Ik denk dat die voornamelijk op dat terrein zullen liggen. Economie, ondernemerschap en ook een aantal sociale elementen die er aan gekoppeld zijn. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen algemene maatregelen die voor iedereen goed zijn. En dan zullen er ook een aantal meer specifieke zijn. Meer specifieke, die kunnen dan lokaal zijn, hoewel dat veel van de lokale thema's behoren tot het Vlaamse parlement. Maar er zijn ook nog een aantal thema's die lokaal van belang kunnen zijn. En ik hoop daar mijn steentje te kunnen bijdragen. Verandert er bijzonder veel. Dus ik was gedelegeerd bestuurder van VOCA, de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Een fantastische, boeiende job waar we erin geslaagd zijn om het uit te bouwen gedurende de laatste decennia tot een van de meest toonaangevende bedrijvenorganisaties in Vlaanderen en in het land. Die job heb ik nu bewust opzij gezet, met een ervaring van 25 jaar, bewust opzij gezet om in de politiek te stappen, om daar een klein steentje bij te dragen tot die hervorming, tot die herstructurering van onze instellingen. Dus voor mij verandert er bijzonder veel, want de dag dat ik de stap gezet heb naar de politiek, heb ik ook een stap gezet uit mijn professionele carrière. Gezien dat er een onverenigbaarheid is tussen enerzijds het gedelegeerd bestuurderschap van VOCA, Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en politiek, heb ik die stap dus gezet naar de politiek en onmiddellijk uit mijn functie als gedelegeerd bestuurder getreden. Dus dat is een belangrijke beslissing. Zeker in de wetenschap, op dat ogenblik als je die beslissing neemt, dat je niet weet of dat de derde plaats een verkiesbare plaats is. Het is allemaal bijzonder goed meegevallen, maar op een bepaald ogenblik was het een strijdplaats. In normale termen, bij de vorige verkiezing 2007, het was toen wel het kartel, maar had N-VA één verkozene. Dus die sprong naar drie zou een verdriedubbeling geweest zijn, maar uiteindelijk zijn we gekomen naar 6 zetels in Oost-Vlaanderen. Ik hoop van een steentje te kunnen bijdragen dat het ondernemerschap een meer positief klimaat gaat krijgen, dat er meer ondernemers komen. Wij bengelen in ons land, niet alleen Vlaanderen, maar ook Wallonië, bengelen aan de staart van het aantal starters, van het aantal ondernemingen dat de stap zet naar het ondernemerschap. En daar hoop ik een steentje te kunnen toe bijdragen om dat ondernemerschap, die toegang tot het ondernemerschap, een beetje te vereenvoudigen en meer mensen daartoe aan te zetten. Want zij zijn de basis van onze welvaart en welzijn. Zij zijn ook de basis voor de werkstelling, voor het recruteren van mensen, voor meer jobs, voor een betere welzijn en welvaart. Dat hangt er een beetje vanaf hoe dat je uw vraag bedoelt. Ik kijk uit naar een hervorming van de instellingen om dat mogelijk te maken waar ik daar juist voor gepleit heb. Langs de andere kant kijk ik er ook naar uit in hoeverre dat ik die toegang tot de arbeidsmarkt, die toegang tot het ondernemerschap, hoe ik dat een beetje zou kunnen verbeteren. Lang is een geladen woord, waar ik kom uit het ondernemerschap waar ik zelf aan de leiding van stond. Dat betekent een directe lijn in beslissingen, samen met uw management, samen met uw mensen, met uw medewerkers. Wij werkten vanuit 4 kantoren, daar had je directe impact op wat je wou realiseren. En ik verneem, maar ik moet het nog ervaren, ik weet niet of dat het juist is of niet, maar ik vermoed van wel, dat hier de lijn
tussen enerzijds wat je wenst en iets gerealiseerd wordt, een zeer lange lijn is. En dat is een obstakel waar ik waarschijnlijk zal moeten leren mee leven om die lijn te overbruggen, die gedrevenheid om iets te doen, maar dan afhankelijk te zijn van zoveel factoren, van zoveel hindernissen om niet direct tot resultaat te kunnen komen.